Goeiedag, gisteren had ik een extra lang weerbericht in verband met de mogelijke stormen later deze week. Vandaag een update, want het zit nog steeds in de weerkaarten. Sterker nog, het lijkt allemaal nog wat heftiger te gaan worden. Ik begin nog even met de temperatuurpluim om te laten zien dat we voorlopig geen rekening meer hoeven te houden met de winter. Temperaturen allemaal ruim boven het vriespunt, zowel 's nachts als overdag. En morgen gaan we zelfs richting de 14 graden. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om de temperaturen de komende dagen. Het gaat om de wind. En we zien dat de modellen langzaam zeker wat dichter bij elkaar gaan komen. En dat betekent dat die donderdag en die vrijdag toch wel zeer onstuimig gaan verlopen. We kijken hier naar het Amerikaans model. Het Europees model lijkt er aardig op. Dus wat dat betreft kunnen we die wel een beetje gelijk trekken. En dan hebben we ook nog het Duits model. Heb ik u gisteren ook laten zien met het lage drukgebied wat zuidelijke koersen. Dat zit er ook nog steeds wel in. Maar ook dat komt toch wel iets noordelijk. Dus ik ga even van deze kaarten voorlopig uit. En dat pakken we op woensdagnacht. Dan zien we boven Nederland regen. Dat is dus komende nacht voor de duidelijkheid. Regen en een zeer wisselvallig weerbeeld. En qua wind valt het allemaal nog wel mee. Ik zet dan de animatie aan en dan zien we het lage drukgebied bij Schotland. Woensdagavond, dat is storm Dudley, die trekt richting het oosten en die zal naar Scandinavië gaan trekken. En ten zuiden van Dudley hebben we toch wel te maken met flink wat wind. En we moeten er bijvoorbeeld al rekening mee houden dat woensdagavond in het Waddengebied het echt al onstuimig kan worden met misschien wel windkracht 9 en zware windstoten. Ook boven land gaat het stevig waaien en daarbij is het ook wisselvallig weer met regen. Zet de animatie verder aan, dan zien we Dudley verder naar het oosten trekken. Dat windveld dat blijft dan donderdag overdag lang aanwezig. En dan wordt het in de avond en in de nacht tijdelijk wat rustiger, omdat er dan een uitloper van een hoge drukgebiedje overtrekt. Dat is een mobiele rug, zoals we dat noemen, een trekrug. Die trekt over Nederland en die zorgt er net voor dat we in de nacht van donderdag op vrijdag betrekkelijk rustig kunnen gaan slapen. Dan gaat die wind even afnemen. Maar het is tijdelijk, want op hetzelfde moment zien we ook bij Ierland het nieuwe stormlaag aankomen zeilen. Dat is Eunice. En Eunice die trekt richting de Noordzee op vrijdag. En ten zuiden van deze stormdepressie gaat het enorm hard waaien volgens de laatste modelruns. Met name in die zuidelijke Noordzee, het noordwesten en noorden van Nederland krijgen daar allemaal mee te maken. Ik zet de animatie aan, dan kunnen we dat mooi zien. En dan is het vrijdagavond geworden. Dan ligt het lage drukgebied zo'n beetje ten westen van Denemarken. En wij hebben dan te maken met dat windveld ten zuiden van dat lage drukgebied. En dat windveld, dat is echt wel stormkracht aan zee. Waarschijnlijk nog wat harder. We gaan zelfs rekening houden met zware storm. Die westelijke wind die draait dan naar het noordwesten. Dan komt er nog even een windveld over. En dan wordt het geleidelijk aan weer rustiger. Ik zet de animatie aan. Dan zien we ook dat het lage druk wegtrekt. Weer een trekrug die voorbij komt. En dan zitten we in het weekend inmiddels weer met een wisselvallig weerbeeld. Want de ene storing naar de andere storing gaat passeren. Zondagavond zien we alweer een nieuw lage drukgebied bij Schotland. Dat kan ook weer een stormlaag worden. Kortom, een zeer wisselvallige en onstuimige periode waar wij af en toe flink wat van meepakken in Nederland. Ik ga u de wind even in detail laten zien, want dat is toch wel interessant. We gaan weer terug naar de nacht van woensdag, komende nacht dus. Dan zien we even dat het wat rustiger is, maar de wind die gaat dan aantrekken. En als we dan uitkomen bij de woensdagavond, dan zien we al hier boven de Noordzee, boven het centrale deel van de Noordzee, veel wind staan. Daar moeten we rekening houden, toch wel met een stormachtige wind of storm, of misschien wel zware storm. Is allemaal mogelijk. Dat windveld blijft dan aanwezig. Dat wordt zelfs donderdagochtend nog wat heviger. En dan hebben we eventjes weer de nacht van donderdag op vrijdag. Weet u nog wel, dat rustige moment als die trekrug overtrekt, kunnen we ook heel mooi zien. En we zien de nieuwe stormdepressie aankomen bij Ierland. Nou, die komt dus richting Nederland. En de koers die vaart, zoals we dat noemen, die is dan noordoost. Komt uit boven de Noordzee en daar zit een heel strak windveld omheen. En we zien hier de paarse kleur en dat is gewoon windkracht 10, misschien wel windkracht 11 buitengaats of tegen de kust aan. Ook het noordwestelijk deel van het land moet daar rekening mee houden. Maar ook boven land gaat het hard waaien. Een stormachtige wind. Stormkracht zou zelfs wat meer landinwaarts kunnen komen. De westelijke helft van het land kan misschien ook wel met die stormkracht te maken gaan krijgen. Is natuurlijk erg afhankelijk van waar die depressie precies gaat langstrekken.
trekken. Gaat hij wat noordelijker, heb je net wat minder wind. Komt hij nog wat zuidelijker, dat is ook niet uitgesloten, dan krijg je zelfs nog wat meer wind boven land. En dit is dan de wind waar ik het over heb, maar we hebben het ook over zeer zware windstoten. Windstoten ruim boven de 120 km per uur boven zee, richting de 140 km per uur misschien wel. En ook boven land zitten we boven de 100 km. En als dit windveld daadwerkelijk gaat komen, dan moet u rekening houden met problemen. Zo simpel is het. Verkeer heeft hier last van. Bomen kunnen makkelijk omwaaien. Problemen met huizen, met bouw, de daken die kapot kunnen gaan. Het is allemaal mogelijk als het wat zwakker is. En dat is toch echt wel iets waar wij vrijdag rekening mee houden hier in de Weerkamer. Want die kaarten die zien er echt wel dramatisch uit. Nou, ik zet de animatie nog even aan. Dan zien we dat die wind straks nog even naar noordwest gaat. En dan wordt het weer rustiger. U herkent het wel. Dan zien we weer zo'n trekrug waar ik het net over had. Die zorgde dan zaterdagochtend voor dat het even wat kalmer gaat worden. Later gaat de wind ook wel weer toenemen, maar dan wordt het niet meer zo heftig. Kortom, zeer onstuimig weer op de donderdag en vrijdag. En ik denk dat we een beetje kunnen stellen dat het windveld zoals ik dat nu donderdag op de weerkaarten zie, dat is wel een beetje vergelijkbaar met storm Corrie die we een paar weken geleden hebben gehad. Maar het windveld voor vrijdag wat nu in de weerkaarten wordt gepresenteerd, en het is nog ver weg, het kan natuurlijk nog veranderen, maar dat windveld ziet er echt heftig uit. En er werd al hier in de Weerkamer gezegd, als dit uit gaat komen, dan is dat in ieder geval de storm van de eeuw tot nu toe. Zoveel wind hebben we dan nog niet gehad. Zover is het nog niet, maar het is wel een scenario waar we rekening mee houden. Ik heb hier nog even de windstoten, de kans op windstoten voor regio Midden. Dus dat is gewoon landinwaarts. En dan zien we dat woensdag, donderdag, vrijdag de windstoten toch behoorlijk zijn. Zware windstoten, 75 tot 100 km per uur. Het lijkt gewoon een zekerheidje. Zeer zware windstoten zijn ook mogelijk. U ziet ook dat zaterdag, zondag en maandag het ook nog niet rustig wordt. Het blijft dan nog wel veel waaien, maar het wordt wel wat minder. Ga ik in de kustgebieden kijken, dit is voor de regio Noord-Holland bijvoorbeeld, dan zien we natuurlijk ook die zware windstoten, maar ook zeer zware windstoten zijn heel goed mogelijk op de vrijdag, zelfs tot boven de 120 km per uur in dat gebied. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Zuid-Holland en Zeeland. Dus dat zijn echt hevige windstoten. Wordt het dan nog wat rustiger? Nou, ik laat nog even wat neerslag zien. Tot en met maandag moeten we er gewoon rekening mee houden dat er elke dag wel flink wat water gaat vallen. Daarna wordt het allemaal wat droger. We zagen het ook in die windstotenkans terug dat het wat rustiger moet gaan worden. Maar het blijft al met al toch best wel flink waaien. Wat dat betreft wordt het niet echt heel rustig. Heel veel informatie die ik nog even samenvat aan de hand van de volgende tabel. We kijken hier naar de kust en we kijken hier naar het binnenland. Dit is voor donderdag en dit is voor vrijdag. Dan zien we donderdag de maximale windkracht aan zee 9 Beaufort. Met windstoten tot 110, 120 km per uur. Dat is allemaal maximaal zoals we dat nu zien. Boven land windkracht 6 tot 7 met windstoten tot 100 km per uur. En vrijdag doen we er dan echt nog een schepje bovenop. Waarbij we rekening houden met windkracht 10. Misschien wel windkracht 11 aan de kust als dat lage drukgebiedje net wat zuidelijker gaat komen. Windstoten 120 tot 140 km per uur is zeker niet uitgesloten. En boven land ook veel wind, een stormachtige wind. Misschien nog wel in het westen van het land ook nog stormkracht, windkracht 9 tijdens de piek. En windstoten die met gemak boven de 100 km per uur kunnen komen. Ook diepe landinwaarts. En u kunt zich nogmaals voorstellen, als we dit windscenario gaan krijgen, dan krijgen we echt te maken met problemen. Morgen weer een update. Kijken hoe het er dan bij staat in de weermodellen. Nog een fijne dag. Hoeveel schade kan een zeer zware storm aanrichten? In onze nieuwste video brengen wij het weer voor jou tot leven.